Data is heel erg belangrijk voor Den Haag, maar voor alle steden, voor al het beleid. En op basis van data kunnen we ook zien of ons beleid effect heeft. Nou, we hebben binnen Leiden de ambitie om meer te gaan doen met datagedreven werken en daarom past het UDC-concept ons goed. Onderwijsachterstand meten of armoede bestrijden. Het CBS kan u daarbij helpen door lokaal de krachten met u te bundelen in een zogenaamd Urban Data Center. Nou, een Urban Data Center is natuurlijk ook gewoon een plek waarop op een goede verantwoorde manier data worden verzameld, worden verwerkt, worden geïnterpreteerd. Over heel Nederland verspreid werken we al samen met lokale overheden. Heerlen, Den Haag, Leidschendam, Leiden en Eindhoven onder andere. Op dit moment staat de teller op 12 UDC's. De meerwaarde van het Urban Data Center is dat we niet meer op onderbuikgevoelens ons beleid baseren, maar op feiten en cijfers. Op dit moment profiteren zo'n 2,3 miljoen inwoners van de samenwerking tussen lokale overheid en het CBS. De wieg van het fenomeen UDC staat hier in Eindhoven. We zijn vanaf 2018 op een hele bijzondere en intense manier bezig samen met het CBS om onze gegevensbeheer op een goede manier te ontsluiten. We proberen met Big Data de criminaliteit een halt toe te roepen. Een samenwerking dus tussen het CBS en de lokale stakeholder. Een slimme en innovatieve manier om de lokale samenleving nog beter te laten functioneren met data. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Bij het CBS beschikken we over 170 nationale registers, een schat aan informatie. Die registers kunnen we inzetten om lokale beleidsvragen te beantwoorden. Dat doen we door onze data te vertalen naar regionaal en lokaal niveau. En we kunnen die zelfs koppelen aan beschikbare gemeentelijke en provinciale data. Zo kunnen we door lokale samenwerking onze kennis inzetten en antwoord geven op al uw lokale beleidsvragen. Zo wilde Leiden meer weten over lokale armoede. Hoeveel financieel kwetsbare huishoudens zijn er? Wat zijn de kenmerken? Binnen het UDC zijn we een armoedemonitor gestart. Leiden weet nu hoe groot het bereik is van haar gemeentelijke regelingen voor minima. Met dit onderzoek heeft de gemeente nog scherper een beeld waar extra aandacht nodig is voor kinderen met een onderwijsachterstand. Het grote voordeel van een UDC is dat de gemeente op basis van data bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld kansarmen, beter kan bereiken. Urban Data Centers, hoe het CBS en de regio hun krachten bundelen. UDC is een succes omdat wij data kunnen omzetten in informatie. Dat zorgt voor effectief beleid en is uiteindelijk goed voor de Leidse burger. Dus wij zijn daar heel blij mee in ieder geval.